Welkom allemaal weer bij een nieuwe video op keer. Oh, wat doe ik nou? Welkom allemaal op een nieuwe video. Bij een nieuwe video op Game Pros. Vandaag gaan we een rondleiding geven en leiden. Leiden RP. Hier, dit is het PB. Hier sta ik bijna iedere dag. Ik ben rechercheur. Dus ik zal niet binnen gaan in PB, dat moet je zelf maar even uitzoeken, als jullie opgepakt worden dan. Maar dit is mijn voertuig, Audi A8. En waar wij gaan beginnen is bij het belangrijkste, een winkel. In het begin, service denk ik nu al een week open, week en twee dagen zoiets. Dus niemand heeft genoeg geld om een winkel te kopen. Daarom heeft Tim en Aaron beslist om een overheidswinkel toe te voegen. Dus een winkel die van de overheid is. Zodra iemand de winkel heeft gekocht, is deze ook weg. Dus even kijken wat ze binnen hebben. Zo, dus goed drank, vlees. Drank, ja, eten, lockpicks kan je natuurlijk hier ook kopen, jongens, voor de crimineeltjes, notitie, boekjes, een sigaret, telefoon, het belangrijkste heb je nodig, je start niet met een telefoon, dus je zal eentje moeten kopen, heb je vis aas en een vis hengel, dus je kan ook vissen, dan heb je ook nog schildpad aas, je kunt ook op schildpadden vissen, denk ik, of probeer te vangen. Aansteken voor je sigaret. Heb je een reparatieset? Daar zijn nu nog geen icoontjes voor, maar die komen wel. Heb je dierenbrokjes? Munchkins, huisdieren. Dat is enorm leuk. En dan verbanddoos. Dat is het belangrijkste. Ik ga weer, daar kun je pinnen. We gaan verder. Dat is naar de. Ik zal even de map ook uitleggen. Die blauwe dingen zijn de garages. Dus de centrum garage. Dat is de rode garage. Voor de mensen die het niet wisten. Je kunt ook parachute springen. Nog nooit gedaan. Is het leuk? Geen idee. Hier heb je de car dealer. De autozaak. Heb je mooie voertuigen in staan. Hier zoals we net stonden. Het PW. Politiebureau. De ambulance. En hier heb je de ANWB, dus hier is een gebouw die ook in veel servers zit. Ik ga hier verder naar het casino, Panda Casino. Best wel goed runnende casino. Juwelier hebben we, gemeentehuis, zoals je ziet, kledingzaken, kappers, maskershop. Tattoo shop, tankstations, hier hebben we dit milieupark voor de, ik kan nu even niet op dit naam komen, de vuilniswagen. We hebben hier een IKEA, je kunt ook huizen kopen, en daar zit geen inrichting in, dus moet je naar de IKEA gaan. Je hebt hier de jagerverkoop, je kunt ook jagen. Jagerslicentie vraag je aan bij Jerry, dat is de politieleidinggevende. Dan heb je hier ook nog vrachtwagendepot. Volgens mij kun je met een vrachtwagen rijden dan. Ik heb nooit getest, ik ben alleen maar in een politiedienst geweest. Hier heb je een scrapyard voor de crimineeltjes, gebruik dit ook. Dit is veel, hiermee kun je veel geld verdienen. Dan heb je de taxi. Dus taxi kun je ook weer geld mee gaan verdienen. Banken die je kunt overvallen. Los Santos. Of ja, Leidens Custom. We hebben hier ook nog de rijschool. Dat is belangrijk. Als je een auto wilt kopen, moet je een rijbewijs hebben. Dus zonder rijbewijs kun je geen voertuig kopen. Kun je hier zelf padden, handelaar, pootje kopen of huren. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste.
Dan gaan we even gewoon gaan rondrijden. Hier kun je trouwens ook nog pijnballen, die zie je niet goed op de map. We gaan eens kijken naar de autozaak. Daar eens de auto's gaan showen. Van nu er staan nog niet veel auto's in de shop. Wat nu hebben ze nu zo gedaan? Omdat service pas een week en 2 dagen op zoiets. Dus mensen hebben ook nog niet veel gehaald. Ikzelf heb nu. Oké, we zijn aangekomen bij de car hier. Nee, dit ga ik niet kopen. En ik zal eens de voertuigen tonen. De Alfa Romeo. Ik zal er kort over gaan. Alfa Romeo. Dan hebben ze maar geen voertuig van Aston Martin. De Audi. Nog een Audi. Mocht ik te snel gaan, kun je dat altijd even op pauze gaan zetten. Zo. De S8. Bentley nog geen voertuig van. BMW X5. 2002 model, dacht ik. E30. M3. Nog eens een M3 E3 36. Vorig was E46. De M4. X6M. En dat was een BMW. Brabus 850. En G500. Bugatti, jongens. Wel een mooi ding. Een Can. Zo gaan we gewoon mooi. Chevrolet Blazer. Een Camaro. Een Blista. Brioso. Sasa. Zoiets. Coupés. Standaard voertuigen van GTA. Dodge Charger. Een Dodge Charger van 1969. Van 1969. Dat was het. Ferrari. De 430. Een 812 Superfast, een Enzo 2002, een F40, Fiat Multipla, Ford Raptor, Ford Mustang GT, een Raptor, de Honda S2000, Jeep is er nog geen van, Koenigsegg is er nog geen. Lada Niva, Lamborghini Hurricane, een Spider, Lexus LX 570, Luma G-Wagon, McLaren, Mercedes C250, AMG GT, E63 AMG, G65 AMG, AMG C63, S500, Mitsubishi Evox, Akuma standaard motor van GTA, Muscle Cars ook standaard GTA, Nissan 350 Citroën Rocket Bunny, een Nissan GTR, Nissan Skyline R34. Pepsta standaard off-road, wat geeft je? Porsche 911, Porsche Macan, Renault Clio, Rolls-Royce, rond 2 miljoen zoiets nu, Range Rover Velar, Range Rover Mansory, sedans, standaard sedans, Shelby, GT 500. Sport Class van GTA standaard. Sport Classics ook standaard van GTA. Subaru BRZ. Een STI. Supercars standaard van GTA. SUV. Ook standaard GTA. Tesla Model X. Maakt geen geluid. Toyota MR2 GT. Een Toyota Prius.
Dat is wel gelijk gewoon een beest, ook toch? Een Supra. Nog Supra. Campers, normale fans van GTA. Vapids, Caracara. Volkswagen Beetle. En een e-Golf. En Volvo XC90. Zo, dat waren de voertuigen. Waar zullen we nog eens even langs gaan? Oh ja, ik zou even. Dit is welk park? Hier Spanje. Het beste is wat je doet: direct naar hier lopen. Naar een rijschool of vraag de lift of een taxi. Kan je rijbewijs halen, motor, auto, truck? De route is ja, ze zelf moeten uitvinden. Mocht je je rijbewijs hebben gehaald, best is direct naar de autozaak gaan. Kun je een voertuig kopen en kun je werk gaan zoeken. Wat is er nog belangrijk in een server? Eigenlijk wel, dus is belangrijk. Je hebt hier verschillende dingen, paddenstoelen, bessen, bessen voor werk, bessenveld. Dan hebben we hier nog paddenstoelen, hoe is het denkstof? Paddenstoelen verkoop. Hier hebben we nog verkoop. Hier hebben we nog verwerk. Ik weet die locaties zijn, het is niet moeilijk om te vinden, laat ik maar zeggen. Trashlocaties, ik weet ze zitten, maar ik zal ze niet vertellen. Ik vertel ze dan voor niemand. Alleen in roleplay doe ik dit. Maar mijn tweede karakter, Frank Boer, de crimineel, zeg maar, die is op vakantie. Dus zul je ook even niet zien. Hier heb je nog PostNL trouwens. En ik reed te zeggen, PostNL, je kunt met de PostNL busje rondrijden. Rabobank. Dat is eigenlijk allemaal het belangrijkste van de stad. Natuurlijk. Hier kun je een dier kopen. Geen idee of het werkt. Hoppie weet daar meer van. Hier kun je, is de jagerschut, hier kun je volgens mij wapen krijgen, et cetera, die dinges. Geen idee, ik heb het zelf niet. Hier kun je ook weer een bootje huren of kopen. Heb ik nog niet geprobeerd. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En hier heb je vishandelaar. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Allemaal in Leiden. Nou ja, ik zal hier ook afronden. Ik hoop dat ik jullie snel zie in Leiden. En dan wens ik jullie allemaal veel succes in Leiden. Later.